We gaan naar de hoffen, ook wel de plank. Je ligt op je buik. Je elleboog is goed onder je schouder en ik vind het makkelijk, streng je vingers op elkaar. Je optie 1 is, je krult je tenen, je lift je heup van de mat. Dat is je optie 1. Belangrijk is dat je niet te veel je billen omhoog tilt, maar hou je heup in het verlengde van je schouders. Hier kan je blijven. Dit is al krachtig voor je hele lijf, hè, je buik, billen, bekkenbodemspier, maar ook voor je onderrugspier. Lift je knie van de mat en dan duw je heel stevig je onderarm in de mat. Zorg dat je hoofd niet optilt, maar ook niet laat zakken. Dus de achterkant van je nek is lang, dus eigenlijk kijk je vooruit. Ja? Belangrijk is dat je je hakken wegduwt. Niet je billen optillen. Maak echt een plank. Kracht in je buik. En je voeten staan op heupbreedte. Ja? En dan tellen we 8 af. 8. Adem goed door, hè? En 7. Prima. En 6. Hou vast. Goed door ademen. 5. 4. En 3. Als je dadelijk terugkomt. 2. Je gaat niet ploffen. Heel langzaam. Leg je knie terug. En loop met je elleboog naar je toe. En ontspan in de moederlijn.